Kijk even naar onze groep. Dit zijn 10 leerlingen van een school van 1900 leerlingen. Dit is bij lange na niet genoeg om ons klimaat te redden. En daarom maar zij kunnen zoveel andere dingen doen. Ze kunnen junior waterschapsdijkgraaf worden. Zij kunnen bij het waterschap dingen gaan doen. Zij kunnen overal. Zij hebben alle kansen om dingen... Dit programma gaat over het beheer van ons water. Te veel en te weinig water, zoet en zout water, schoon en vies water. Over al deze waterthema's is afgelopen februari in het Pompgebouw de Esch gedebatteerd tijdens het Groot Rotterdams Waterdebat voor jongeren. Want ook als het om water gaat geldt, de jeugd heeft de toekomst. Een heel warm applaus. Het Rotterdams Waterdebat in Waterwater. We gaan straks 60 scholieren in ieder geval met elkaar in debat over zaken als waterbeheer. Moeten de dijken straks hoger of niet? Zo'n debat als dit te organiseren, dat echt om jongeren te betrekken bij het werk van het waterschap. En het is echt actueel nu. Hè. De klimaatverandering, je hoort er continu over. En met dit debat willen we ook jongeren echt erbij betrekken. Dus het is niet dat we vanaf de een op de andere moment het zeespiegel opeens op dezelfde hoogte blijven staan. Maar we kunnen die komende 50 jaar dat het misschien nog wel stijgt, kunnen we gewoon opvangen met alle maatregelen waar het hoogheemwaterschap nu... En vandaar is het eigenlijk heel raar dat daar aparte verkiezingen over zijn. Want waterschap vereist specifieke, specialistische kennis. Waarom zijn er geen aparte verkiezingen voor de zorg? Want de zorg is toch net zo belangrijk als klimaat, of nog belangrijker. Heb ik dat te mis? Of? Nederland daalt. Dat is echt de hoogste prioriteit. En daarna ook de zorg, dat zijn weer van andere belangen. Nationale overheden, die moeten ervoor zorgen dat alle bedrijven gelijke kansen hebben op eventuele subsidies. En dan wil ik ook dit is Jasper zeggen. Peters bedrijven... en dit is Judith Meurs. Tijdens de debatten zijn zij jurylid. Jasper was jeugdbestuurder bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard. En Judith is jeugdbestuurder bij het waterschap Hollandse Delta. 1 tegen 1 voor, 1 tegen 1 tegen. Ik was altijd al heel erg geïnteresseerd in het klimaat en klimaatveranderingen en hoe Nederland daarmee omgaat met zeespiegelstijging en bodemdaling en extremer weer. En dat komt bij het waterschap ook heel veel terug en daar wil ik jongeren ook meer over leren. We gingen heel vaak naar scholen toe om te vertellen, hey, dit doet het waterschap, bla bla bla. En je merkt toch dat de boodschap wel overkwam, maar dat jongeren er niet per se enthousiast over waren. En we dachten, wat nou als we jongeren zelf laten uitzoeken van, oké, dit zijn de problemen in onze omgeving, hoe gaan we die oplossen? En daarom hebben we het in een platform gemaakt, zodat ze iets hebben om te winnen. Ze willen ervoor strijden en daardoor gaan ze zelf op onderzoek uit van, hey, wat is nou belangrijk voor Rotterdam en omgeving op het gebied van watermanagement? Als we weer een nieuwe single graven, krijgt Rotterdam zijn hart weer terug, wat zorgt voor juist meer toerisme en minder logistieke problemen. Hoe geweldig zou het nou zijn als er een mooie gracht single door Rotterdam loopt? Het is goed voor het klimaat in Rotterdam, het levert veel meer zuurstof op en het is gewoon super mooi. Die koolsingel zal er namelijk voor zorgen dat ten eerste de koopgoot een koopsloot wordt. Willen jullie dan dat mensen daar in de producten van de Lush in de koopsloot gaan baden? Volgens mij leven de onderwerpen wel qua klimaat, maar over het waterschap weten veel jongeren eigenlijk helemaal niks. En daarom vind ik het heel belangrijk dat ze daar wel meer over leren. Omdat het gewoon een belangrijke functie in Nederland is en ze weten vaak gewoon niet wat het überhaupt is. Bijvoorbeeld zo'n taak als dat wij zorgen voor het schoonmaken van het rioolwater, dus wat zij doortrekken door de wc. Dat is bijvoorbeeld een van onze taken die nog niet eens zo bekend is. Ik denk dat ze meer het beeld hebben dat de gemeente daarvoor zorgt. Samen met de gemeente. De jongeren van nu zijn straks de volwassenen zo, en die hebben te maken met het beleid wat nu wordt gemaakt. Dus het is echt belangrijk, denk ik, dat jongeren nu meedenken over dit soort vragen, want zij hebben straks ermee te maken. Het is belangrijk dat zij straks geen natte voeten en schoon water hebben. Naast debatten met jongeren wordt er ook in het onderwijs aandacht besteed aan de vraagstukken waarmee de waterschappen te maken hebben. Deze scholieren van scholengemeenschap Helinium in Hellevoetsluis staan op het punt om hun oplossingen te presenteren hoe om te gaan met overtollig regenwater. Dat gaat door buizen ongeveer in het midden van het gebouw. En door buizen die door deze bogen lopen. Ik denk dat ze het in het begin best wel lastig vonden, omdat het, het is best wel iets technisch. Dus wat moet je er nou eigenlijk mee? En gaandeweg
kreeg ik het idee zeg maar, dat ze het wel steeds leuker vonden. Dus ze hebben eigenlijk eerst zich verdiept in de problematiek. Dus dan moesten ze eigenlijk eerst een onderzoek doen. En ja, toen kwamen ze wel steeds meer zeg maar, in het project, of ja, in het onderwerp zelf. En ja, ik denk dat ze het uiteindelijk hebben ze wel mooie dingetjes gemaakt. Dus ja, ik ben er wel tevreden over. We hebben ook nog een zonnepaneel, zodat je ook nog... Wij hebben een duurzaam huis gemaakt waarbij het water opvangen en daarna filteren voor het gebruik in een huis. Ik vind het wel belangrijk dat er goed met het milieu om wordt gegaan. En ja, als er heel veel water verspild wordt doordat het gewoon meteen vies wordt, dan is dat een beetje zonde. Want dat kan voor heel veel dingen gebruikt worden. Nou, het leek me eerst eigenlijk best wel stom project. Maar als je eenmaal verder mee ingaat, dan is het eigenlijk best wel leuk om te doen. Door het project ben je zeg maar bewuster van water, omdat je er gewoon mee werkt. En dan kom je meer over te weten, waardoor je wat bewuster bent voor wat er kan gebeuren door water en wat niet. Ik denk dat dat wel zo is, dat het, ja... Dat ze er niet bewust heel erg hard mee bezig zijn. En door zo'n project komen ze wel meer in aanraking. Dus dan gaat het wel meer leven, denk ik. Bij het Groot Rotterdams Waterdebat blijkt ook dat als jongeren zich erin verdiepen, water echt wel gaat leven. En als je eenmaal in de finale staat, wil je natuurlijk ook winnen. Wat willen jullie nou eigenlijk? Willen jullie dat we steeds meer hogere dammen, dijken, stuwdammen, keringen overal Nederland heen gaan bouwen, totdat de druk zo groot wordt dat het een keertje fout gaat? Pleit jij nu voor een grote modderpoel van waar allemaal water op valt en dat dan helemaal onder water zit, het gas gaat dood? Maar waar het nu echt om gaat, is dat er grote hoeveelheden regen gaan vallen in Nederland. En daar is niet een klein perkje bloemetjes voor nodig, maar een heel grasveld over het hele plein waar dat water in opgevangen kan worden. Dank u wel. Uiteindelijk werden de scholieren van het Emmaus College winnaar van het waterdebat. Emmaus, jullie zijn de winnaars. Sta op! Ja, volgens. Jullie zijn de winnaars van het Rotterdams Waterdebat. Ik zou zeggen... De jongeren waren allemaal heel enthousiast en dan is het leuk om te zien, ook als ze over een onderwerp praten waar ik zelf veel mee bezig ben, om met water en klimaat, om ze daar zo enthousiast over te zien. En dat zou ik eigenlijk wel meer willen zien. Wat we zagen, was dat de jongeren zichzelf enthousiast hadden gemaakt. Dat ze inderdaad naar voren stapten en we dachten van oké, ik maak me hier sterk voor persoonlijke ervaringen, deelden. En zeiden dat het voor hun dus ook belangrijk was. En dan merk ik toch wel dat het een impact heeft gehad. En dan zat ik van binnen echt te juichen als eindelijk begonnen van ja, maar het is ook goed voor waterafvoer. Dus dat ik, ja, daar draait het om. Ik was onder de indruk en ik denk dat we dit vaker gaan doen. En ik hoop dat dit soort mensen ook straks bij het waterschap gaan werken, of bij de gemeente, om ook bij te dragen aan de klimaatverandering te beperken en de wateroverlast te beperken. Dus nee, voor mij echt een heel geslaagde dag. We'll be right back.